Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Leuk dat je er bent en even de tijd neemt voor God. Jouw overdenking voor 25 maart. Van iedereen anders houden. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Psalmen 139, vers 14. Ik loof u, omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. De Bijbel zegt dat we onzagwekkend en wonderlijk gemaakt zijn. God besteedde tijd en oefende zijn creativiteit uit op een ieder van ons. Dus het zou logisch zijn dat hij ons niet allemaal hetzelfde maakte, zou het niet? Helaas, soms proberen we anderen lief te hebben alsof ze allemaal dezelfde zijn. Je zult ontdekken dat niet iedereen hetzelfde van je nodig heeft. Een van je kinderen bijvoorbeeld vraagt misschien meer tijd van jou dan dat de ander dat nodig heeft. Een vriend heeft misschien regelmatig wat meer bemoediging nodig dan een ander. Sommige mensen hebben gewoon verschillende vormen van liefde nodig. Het respecteren van persoonlijke voorkeuren en meningen is ook heel belangrijk. Zelfzuchtige mensen verwachten dat iedereen is zoals zij zijn. Maar liefde respecteert het verschil in mensen. Als God had gewild dat iedereen gelijk had moeten zijn, dan zou Hij niet ieder van ons verschillende vingerafdrukken hebben gegeven. Ik ben van mening dat dit feit alleen al bewijst dat we niet gelijk zijn aan elkaar, maar verschillend. Allemaal hebben we verschillende gaven en talenten, verschillende voorkeuren en dingen die we wel of niet leuk vinden, verschillende doelen in het leven en verschillende motivaties. Een liefdevol persoon respecteert en bemoedigt de verschillen in anderen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, help mij de verschillen in anderen te waarderen en hen dienovereenkomstig lief te hebben. Elk van ons is ontzagwekkend en wonderlijk gemaakt. Dank u voor de verbazingwekkende schepping van elk individu die u in mijn leven hebt geplaatst. Amen. Bedankt voor het luisteren. Ben je er morgen weer bij? God zegene je en tot morgen. Zoek je antwoorden op bepaalde vragen? Bekijk dan ook eens ons YouTube-kanaal.